Bij FC Oost draaide dit seizoen zowel sportief als financieel erg goed. En daar was wel wat voor nodig. De club werkt dit seizoen alleen nog maar met semi-profs. Zo was Bart van Muijen, naast voetballer, ook accountmanager bij de club. 'S Middags staat hij met de andere jongens op het veld, maar 's ochtends zit hij gewoon op kantoor. Ja, ik ben voor het binnenhalen van sponsoren en gewoon het relatiebeheer. Dus ik bel bedrijven op om te kijken of Os en het bedrijf elkaar kunnen versterken. Maar ook het klankborden gewoon bij de sponsoren of alles naar wens verloopt, dat is ook mijn taak, zeg maar. En dat doe je allemaal naast het werk als voetballer. Je bent semi-prof, zo gezegd. Is dat te combineren? Ja, volgens mij is dat heel goed te combineren. En ik denk dat het ook daadwerkelijk daarheen gaat voor de hele eerste divisie. Misschien met uitzondering van de top 3, die echt puur kunnen richten op het voetballen. En wat dat gaat, denk ik dat FC Os trendsetter is op dit gebied. Wij denken dat wij de voetballers moeten begeleiden. Of in ieder geval de ruimte moeten geven om te kunnen ontwikkelen, ook naast het voetballen. Dus of met een studie, of met een cursus, of met een opleiding. En daarnaast hebben we dan het voetballen. En gaat het allemaal alleen maar goed? Of zijn er ook wel eens nadelen aan de combinatie werk en voetbal? Ja, het enige nadeel wat ik kan bedenken is dat ik bedrijven wil uitnodigen om een wedstrijd te komen kijken. En dan kan ik ze helaas niet ontvangen. Dus dan moet ik dat doorspelen naar collega's. En dan hoop ik dat ik ze na de wedstrijd nog kan spreken. En anders dan zou ik ze moeten bellen hoe de wedstrijd was. Dus dat zou ik als enige nadeel kunnen noemen. Natuurlijk had trainer Dirk Heesen liever alleen maar full profs gehad. Maar het gaat goed met de club. En dus heeft hij er maar weinig problemen mee. Omdat je het van tevoren weet. Het is alleen jammer omdat wij denken dat we nog weer winst kunnen halen als je 1, 2, 3 momenten in de ochtenden hebt. We proberen zeg maar wat je normaal in 2 trainingen doet. Proberen we wel door te voeren in 1 training. Dus vaak zijn de trainingen bij ons wat langer als gebruikelijk. Om toch de 2 trainingen te combineren. Van Muijen geniet in elk geval wel van zijn dubbelleven als voetballer en kantoorman. Ik ben van 9 tot 2 ben ik accountmanager bij FC Os. En dan heb ik alle tijd om me om te kleden en mijn trainingspak aan te trekken. En dan word ik voetballer. En op wedstrijddagen doe ik helemaal geen werkzaamheden bij FC Os. Dan ben ik echt puur gericht op het voetballen. Dus ik denk dat de ideale combinatie is.